De grap met Søren Lerby, wie herkent hem niet? Misschien wel de beroemdste grap uit Bananensplit. Want als je zegt Bananensplit, dan zegt iedereen op straat, oh ja, Søren Lerby. Nou, het is alweer heel lang geleden, 1983, de eerste keer dat we uittrokken met de hele ploeg en alle techniek. En het ging meteen fout, want we stonden voor het huis van Mies Bouwman met die telefooncel. Maar we hebben Mies nooit gezien, wel gehoord. Dus, weer weg en naar de buurman. De buurman, dat was Søren Lerby, toen nog getrouwd met Willeke Alberti. Ja. Deze oplegger heeft zojuist deze telefooncel geplaatst in de oprijlaan van de familie Lerby Alberti. De kleur komt in ieder geval goed overeen met de omgeving. En hier ziet u ook ons eigen PTT-personeel met wie Willeke bij haar thuiskomst in discussie gaat. Hier is haar eerste reactie. Ik meet dat je die kant op gaat, dat ik wel naar binnen kan. Ja, maar je ziet natuurlijk nog ongelukkig, maar ja. Je kunt wel de stoelen niet meteen bellen als u iets heeft. Het is wel makkelijk, zo'n telefooncel. Je kunt ook opgebeld worden met zo'n ding. Hoe bedoel je? Nou, er zit een nummer in. Je kan ook opgebeld worden. Oh, maar ja. Dat hoort ik binnen natuurlijk niet. Nee, maar serieus, waar komt hier een telefooncel? Om op te bellen. Wat? Om op te bellen. Nee, waar? Hier in de buurt, diegene heeft je telefoon. Ja, dat moet u mij ook niet vragen. Ik ben uitvoering. Vanmorgen ging ik weg, maar toch niet. Nee, vanmiddag wel. Nee, ik word morgenochtend aangesloten. Ik vind het wel. Ik vind het eigenlijk best leuk. Willeke zei dat Søren ieder moment kon terugkomen. Nou, wij dus even gewacht. En hier is de tekst. De telefoonbox in. Nou ja, de telefoonbox, je ziet dat ik daar rond of niet? Jawel, maar kijk, op het kadaster staat. Op ja, maar heb je toch geen... Ik stok stond in je ogen of zo? Ja, ja. Weg met dit ding. Ja, of ik plof hem zo in elkaar. Ja, ik vind het ook. Ik vind het ook vervelend, maar. Ja, ik ook, ik plof hem zo in elkaar. Ja, ik kan me zo niet weghalen. Waarom komt niet. Wat zijn jullie aan het doen dan? Kan die andere meneer even langs? Is niet te geloven. Even dicht doen. Dat is de gemeente PTT. Zonder kort is werk. Hij gaat dat hele open. En als er mensen. Als er mensen langskomen, dan misschien toch beter om die deur op slot te krijgen. Voor die tijd. Je kunt net een beetje tijd bellen. Dat die weg moet. Ja, moet je luisteren. Kijk, morgen nog komen ze hem aansluiten. Je bent net zo dom als je eruit ziet. Ja, ik vind het heel vervelend. Ja, je hebt een pet op je... Vergeet die box weg nou. Ja, ik heb een meter speling met die box. Wat heb je nu? Heb je een telefoon niet? Ja, niet in de auto. Dat je daar niet kan staan. Hij had niet aangezien, anders kan ik niet bellen. Nee, maar hier, dan ga je toch even naar de PTT zeggen dat het fout is. Ja, die staat ook in de weg. Ik heb mijn autoketting niet eens binnenkrijgen. Ja, ik denk dat die auto nog wel doorheen kan krijgen. Ik ga net kijken. Dat is toch niet te geloven? Nou ja, kijk, ik ben alleen van de plaatsing. Wat? Ik ben alleen van de plaatsing. Ja, en dat doen we ook niet goed. De huis is, dan kan je dat daar niet plaatsen. Ja, kijk, als ik het rijstootje vind, moet ik hem hier neerzetten. Ja, maar kan je zelf niet in? Jawel, zoals gezegd, ik heb een meter speling. Nou, wat moet ik heen met die meter? Dan moet je hem weg zeggen dat het niet kan. Dan ga je vragen, omdat ik ben zo... Nou ja, maar als u zegt morgenochtend dat hij een meter weg moet, dan gaat hij een meter weg. Dan worden van die mensen gedacht. Nou, je kan zelf niet denken, die mensen, dan word ik nog helemaal doodziek van. Als je hem daar niet hebt, denk je dat hij goed staat. Maar hij spreekt goed. Hij spreekt erg goed Nederlands. Nederlands. Ja. Kijk.